Jeffrey Fortes, jullie gaan de vierde wedstrijd alweer naar de winterstop spelen. Je hebt afgelopen vrijdag dan een paar minuutjes nog gespeeld tegen Heerenveen. Maar nog weinig wedstrijden bij Dordrecht gespeeld in 2015 door de Afrika Cup. Hoe is dat bevallen? Toch wel goed, ondanks ik niet heb gespeeld. Maar je bent weer ervaring rijker en je hebt weer iets beleefd wat toch wel mooi is. Ja, want hoe is het gegaan daar met Capverdi? Ik moet zeggen, toch wat teleurstellend. We konden er veel meer uit halen en dat wisten we ook. Maar helaas is het niet gebeurd. Zijn we niet door de groepsfase gekomen. En dat is wel jammer. Jullie hebben, althans Dordrecht heeft in die periode dat jij daar was, één wedstrijd gespeeld tegen Excelsior. Varela was daar ook. Heb je hem veel zitten dollen toen jullie met 1-0 van Excelsior wonnen? Ja, inderdaad. Ik zei hem dat we 1-0 voor stonden en hij geloofde het niet. En vervolgens keek hij, want we hadden niet zo'n goede wifi. Maar vervolgens keek hij en zag hij dat het zo was. En zei ik, dit gaan we wel volhouden tot de 90ste minuut. En uiteindelijk was het zo. En was ik heel blij en hij iets minder blij. En afgelopen week toch ook weer een punt gepakt. De aansluiting is er weer. Hebben jullie het idee dat het toch echt mogelijk is? Daar waar het in de winterstop het toch wel heel erg slecht naar uitzag? Ja, tuurlijk. Voor de winterstop was het ook al zo. Zeiden we ook van jongens, we hebben vaker laten zien dat we goed kunnen voetballen. Het zat alleen niet echt mee. En tot nu toe zit het wel mee en sproken we de puntjes bij elkaar. En we hebben volgens vertrouwen erin en weten ook gewoon zeker dat het gaat gebeuren. Ja, was een zekerheidje voor de winterstop, maar nu is er een andere verdediging eventjes geweest. Die hebben ook de nul gehouden. Moet jij dan eventjes de wachtkamer in? Ja, tuurlijk. Ik denk dat het ook logisch is. Ik bedoel, de jongens doen het gewoon fantastisch en dan heb je ook geen reden om te wisselen. En het is gewoon aan mij om weer keihard te werken en weer in de basis te knokken. Heb je dan achteraf misschien een beetje spijt dat je toch naar Afrika Cup bent gegaan of werkt het zo niet? Nee, dat zeker niet. Ik bedoel, van zo vaak krijg je de kans niet. En in dit geval kreeg ik die kans en greep ik hem ook. Het is alleen jammer dat het uiteindelijk anders is gelopen dan dat ik zelf had verwacht. Want kwalificatie speelde ik wel. En volgens daar niet. Het is teleurstelling. Maar daar heb je dan ook mee te maken. En dan kom je terug en dan moet je zelf gewoon weer in de basis knokken. Morgen tegen de nummer 4 van Nederland, een ploeg met niet eens zo'n grote begroting, maar ze staan er wel zo goed voor. Wat is in jouw ogen toch een beetje de kracht van die ploeg? Waardoor kunnen ze de beker winnen, nu weer vierde staan? Ik denk dat Zwolle gewoon een hele goede voetballende ploeg is, vooral op het middenveld. Ze hebben veel lopende jongens en ik denk dat hun kracht ook gewoon is. En dat ze, die jongens zijn nu ook alweer een tijdje bij elkaar, ze kunnen gewoon heel goed samenspelen. En zoals ik al zei, ze lopen veel. En dat is wel hun kracht. En ze staan vierde, dus dat zegt ook wel veel over Zwolle. Met de keeper die vorig jaar hier speelde, Warner Haan, hebben jullie nog wel contact met hem? Ja, ik sprak Warner laatst nog en ik zei ook tegen hem dat hij een hele goede stap is, Zwolle. In principe heeft hij het nog beter als dat hij bij Feyenoord op de bank zat. Want nu keept hij gewoon een heel seizoen. En we zitten ook allemaal in de groepset met elkaar, dus dat is wel gezellig. Maar we moeten zeggen, eventjes geen vrienden. Nee, gaat hij een balletje doorlaten expres? Nee, dat is niks voor Warner, maar wij moeten gewoon zorgen dat we hem scoren.